Het wonder van gebed is het antwoord voor bezorgdheid. Als je de Heer Jezus aanneemt, maakt Hij je een kind van God. Dan kom je meteen in de strijd, want de duivel wil je graag weghalen uit het overwinnende leven met Jezus. Dan probeert hij je bang te maken. Maar gelukkig is het dat de Heer Jezus je hart wil vervullen met zijn Heilige Geest. En die geeft ons Gods liefde. Romeinen 5 vers 5, ja, de liefde Gods is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. En die liefde overwint de vrees, de bezorgdheid. Als de Heer zegt in Jesaja 41 vers 40, vrees niet, dan geeft hij ons de reden waarom dat mogelijk is. Hij zegt, vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Ik ga weer eens verder een praatje maken over pieker en bezorgdheid. Wat het betekent als je een kind van God bent. Weet u zeker dat u een kind van God bent? Nee? Dan moet u maar een fijn gesprek met de Heer Jezus hebben vandaag. En hem vragen in uw hart te komen. Want dan maakt hij u een kind van God. En luister dan wat dat onder andere betekent ten opzichte van vrees en bezorgdheid. De Heer Jezus zegt in zijn bergrede, Matthäus 6 vers 34, maakt u niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat betekent zijn eigen zorgen. Als je de Heer Jezus aanneemt en volgt, gaat hij in je leven een wonder doen. Het wonder van de wedergeboorte. Want dat betekent, ja, dat is dit, degene die Jezus aannemen, geeft hij volmacht kinder Gods te worden. Dan word je in de familie van God geboren. Dan moeten die kinderen groeien. En een van die groeiervaringen is dat je de belofte van de Bijbel gaat incasseren. En de levensregels, de geboden gaat gehoorzamen, die er zo duidelijk in staan. Een van die geboden die tegelijk zo'n troost betekenen, lees je in deze tekst van Matthäus 6 vers 34. Maakt u niet bezorgd over de dag van morgen. Door het geloof ben je een kind van God geworden, ben je verlost. Door het geloof behaal je ook overwinningen over bezorgdheid, vrees en andere zonden. Werp je bekommernissen op den Heer. Dat doe je als je bidt. Ja. Bidden is zo belangrijk. Als het enigszins kan, zoek een plaats waar je alleen bij den Heer kunt zijn. En vertel hem wat je nodig hebt. Stort je hele hart bij hem uit. Mooie taal is niet nodig. Wees definitief. Als je lijdt aan een nerveuze maagongesteldheid, bid dan niet of de Heer die maagziekte wil wegnemen, maar vertel hem wat je nerveus heeft gemaakt en bid daarvoor. Bid specifiek en verwacht een specifiek antwoord. Als je God om brood bidt, zal hij je geen steen geven. Als God je niet meteen antwoordt, ga weer tot hem. Wees dankbaar dat je reden hebt om weer tot hem te gaan. Bestudeer de gebeden eens in de Bijbel. Ze zijn niet formeel, het is gewone taal. Ga tot God zoals je gaat naar je moeder, je vader, je vriend. Vertel hem je tobberijen. Vertel hem dat je gezondigd hebt door je bezorgdheid. Vertel hem dat je de overwinning wilt hebben over je gepieker. Wees definitief. Geloof in den Heer. Het is niet je gebed, het is je heiland die het antwoord is. Als je niet definitief bidt, vertrouw je meer op de daad van het bidden dan op de Heer. Dat kan tenminste zo zijn. Gebed is een familiezaak, een kind die tot zijn vader spreekt. Gebed opent de deur naar de macht die je van bezorgdheid wil en kan redden. Gods kracht wordt in onze zwakheid gedemonstreerd.
In Galaten 1 vers 16 staat dat Paulus geen ogenblik te rade is gegaan met vlees en bloed. Om met vlees en bloed te rade te gaan, met je bezorgdheden en tobberijen, in plaats van ze in gebed bij den Heer te brengen, kan ze soms nog groter maken, nog drukkender. Gebed is niet bedoeld als een eenrichtingsverkeer. Stel je voor dat iemand binnenkomt en je een vraag stelt en meteen zich omdraait en wegloopt zonder antwoord af te wachten. We moeten tijd nemen om met den Heer te converseren. Luister naar zijn antwoord. Gods verborgen omgang moeten we leren. Hij is alwetend, een beter adres kunnen we niet vinden. Paulus zegt in 2 Korinthe 10 vers 5, we moeten elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Dat moeten we ook doen met onze tabberijen. En dan nog iets. Naast het alleen bidden, de omgang met een Heer in je stille tijd, is er nog een heerlijke mogelijkheid. En dat is samen bidden. Samen bidden is zo heel belangrijk. De Heer zegt, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben ik in het midden van hen. De duivel glimlacht als we plannen maken. Hij lacht als we tot over de oren in het werk zitten. Hij siddert als we bidden en vooral als we samen bidden. Hij probeert het dan ook op alle manieren te verhinderen. Een kleine groep HBS'ers, jongens en meisjes in Amerika, kwamen 's morgens bij elkaar om te bidden. Ze hadden ervaren dat er zoveel verkeerd ging op school. Al gauw merkten ze dat na hun gezamenlijk bidden de stemming zoveel beter werd in hun klas. Ze kwamen in een klaslokaal bij elkaar. Steeds meer christelijke jongelui kwamen erbij. Ineens werd het hun verboden het lokaal te gebruiken. Ze zochten naar een plaats waar het rustig was en ze vonden het notabene op het kerkhof, dicht bij de school. Het werd winter en ze hadden het erg koud daar, maar ze hielden vol. Eens zag de directeur hen komen van het kerkhof. Hij vroeg wat ze daar deden. Ze vertelden dat dat de enige rustige plaats was om ongestoord samen te bidden. De directeur was zo getroffen dat hij een mooie kamer voor hen opende, waar ze dagelijks hun bidstond konden houden. En dat gaat nu geregeld door. Er gebeuren wonderen in die school. In plaats van voortdurende ruzies tussen leraar en leerlingen, met elkaar en onder elkaar, is er een sfeer van eenheid. De directeur vertelde dit aan mij en zei dat hij zeker was dat dit het antwoord was op dat samen bidden van de jongens en meisjes. Zullen wij samen bidden? Heer Jezus, wat heerlijk dat u een vriend bent die onze problemen begrijpt en dat we u alles kunnen vertellen. Geef ons een gelegenheid te zoeken en te vinden samen met anderen te bidden. Dank u dat u ons de belofte hebt gegeven waar twee of drie samen zijn in uw naam. Daar bent u in ons midden. Dank u wel. Amen.